Deze beschouwing die gaat over het denken van de atheïst, oftewel over atheïsme. En ik doe een proefje. Je zit nou te kijken naar de output van Keynote. Dat is een Apple, de Apple versie van PowerPoint. Ik heb al eerder uitzendingen gemaakt over het denken van de atheïst. En die heb ik, het zijn er drie, die heb ik alle drie teruggeluisterd. Die vond ik best goed. Met concrete voorbeelden erbij van wat mensen hebben gezegd. En ik denk dat ik dat op deze manier door blijf zetten. En ik wil atheïsten uitnodigen om te reageren op mijn films. En je mag me uitmaken van rotte vis. Echt, het doet er helemaal niet toe. En ik bedenk me nu dat ik om die reden misschien mijn gelovige beschouwingen qua striktheid of zo ga opdrijven. Om nog meer reacties uit te lokken van deze kijkersgroep. Want dat kan niet wat Perry zegt hoor, dat pik ik niet. Zodat ik meer studiemateriaal krijg. Want laten we wel wezen, ik baseer nu mijn... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ken natuurlijk wel vrij veel atheïsten. En eentje is sick. Slick. Dat is mijn eigen dochter. Ja, die is nog niet van mij af. En in principe ben ik verantwoordelijk voor haar. Dus, daar hoeven jullie je niet druk over te maken. En voor de rest, mijn zus is atheïst, mijn moeder is atheïst. Nou, dat barst ervan. Maar het is toch wel leuk om het hierover te gaan hebben. Maar met dat atheïsme, en daarmee bedoel ik dan de mensen die dan echt zeggen, ik ben atheïst. Ja, ben ik tot nu toe gekomen met drie soorten. En de eerste is de coïncidentale atheïst. Dat is een lid van het coïncidentaal atheïsme. En de tweede is het eternitaal atheïsme. En het derde is het agnostisch atheïsme. En die eerste twee die heb ik al besproken. In met name die eerdere uitzendingen. Francis Capelle, The Urban Cowboy en RZ, die vallen alle in die eerste twee categorieën. En dat is bij The Urban Cowboy en RZ nog een beetje raden wat ze zijn. Francis Capelle heeft in zijn laatste video stelling genomen en is uit de kast gekomen en is eternitaal atheïst. Dus Francis Capelle, die, om het even samen te vatten, het coïncidentaal atheïsme beweert, stelt, dat het universum en het leven daarin, dus alles, dat per toeval tot stand is gekomen. Zo'n coïncidentie heet het dan. Die termen heb ik trouwens zelf verzonnen hoor. Als jij denkt dat er betere termen zijn, dan sta ik daar echt helemaal open voor. Maar het gaat dus over, het is allemaal bij toeval. Het Darwinisme is het wetenschappelijk idool. Charles Darwin is het wetenschappelijk idool van het coïncidentaal atheïsme. Charles Darwin is hun hero, samen met Stephen Hawking. En Richard Dawkins. Ik moet hem wat verder gaan oefenen met
met deze keynote. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik vind dat zo overdreven gedoe als mensen dat doen. Maar ja, ik heb het nou gedaan. Ik denk dat ik er maar verder uit ga werken. Dan ga ik hier dan ook de wetenschappelijke heroes aan toevoegen. Maar het coïncidentale atheïsme heeft een aantal wetenschappelijke helden. En de belangrijkste is Charles Darwin. Want Charles Darwin zegt dat het leven per toeval evolueert. Dus je had eerst heel eenvoudig leven. In de zin letterlijk heel eenvoudig, hè? Dus eencellig leven. Hè? En dan bij toeval werd dat tweecellig en dat werd driecellig. En ja, en toen kreeg het bij toeval, kreeg het pootjes. En alles is bij toeval gegaan. Ogen kreeg het bij toeval. En toen was het leven best geavanceerd geworden. Waren het vissen en een soort van axolotls of zo. En nou, die vissen hadden op zich geen pootjes nodig, want dat is niet handig. Maar die vissen die wilden het land op en dat hebben ze dan toch gedaan. En toen kregen ze heel toevallig kregen ze pootjes. En toen zijn de vissen en op het land kregen ze dan in plaats van kieuwen kregen ze longen. Want dat was veel handiger op het land. Dat was heel toevallig. En toen zijn sommige van die vissen die op het land leefden, die zijn weer... Oh ja, en die vissen die op het land leefden, die gingen heel anders met hun kinderen om. Die gingen hun kinderen zogen. Dat deden vissen daarvoor helemaal niet. Dat deden alleen die landvissen. En die landvissen, heel toevallig dus, hè, die gingen die kinderen zogen. Heel toevallig kregen die borsten. Dat is allemaal per toeval gebeurd. En die gingen dus die kinderen zogen. En toen zijn een aantal van die landvissen die dus hun kinderen zoogden, die zijn teruggegaan naar de zee. Van ja, we hebben nog eens over nagedacht, maar ja, waarom zijn we eigenlijk op het land? We zitten liever in de zee. Heel toevallig was dat. En toen zijn ze hun pootjes kwijtgeraakt, heel toevallig. Dat waren dus vissen en die zijn even landvis geweest en hebben daar de gewoonte heel toevallig opgelopen om te gaan zogen voor hun kinderen. En die gewoonte hebben ze niet afgelegd, wel hun pootjes. Maar niet die gewoonte van het zogen, dus die zijn blijven zogen voor hun kinderen in de zee, toen ze dus teruggekeerd waren naar de zee. Die soort noemen wij nu dolfijnen. En dat zijn dus vissen. Volgens de Darwinisten. Zijn zoogvissen. En dan heb je dus ook nog die vissen en die zijn op het land gekomen en die zijn gaan zogen. Dus zoogvissen op het land. En ja, die gingen hele gekke dingen doen voor vissen. Die gingen in bomen klimmen. Dat is iets wat vissen in de zee echt nooit deden. Maar dat gingen ze dan wel doen. Dan werden dus, die zoogden voor hun dieren en ze klommen in bomen. En dat was allemaal heel toevallig. En toen heel toevallig gingen juist die vissen die zorgden voor hun dieren en gingen zogen, die gingen toen taal ontwikkelen, gereedschappen en ze gingen huizen bouwen, infrastructuur aanleggen. Ja, wat doen ze nog meer? Maar dat zijn dus vissen. We zijn allemaal begonnen met de vissen en en die vissen zijn allemaal begonnen met de eencelligen. Dus eigenlijk is alles stamt af van de eencelligen. En de eencelligen, dat stamt dan af van leven. Ja, dat is levenloos materiaal. Of wat wij nu zouden beschouwen als levenloos materiaal. Dat zijn dan primaire basisvormen van koolstof, zuurstof, stikstof en waterstof. Daar komt op neer, hè? Dus hoe noemen we dat? Eiwitten. Maar een eiwit is gewoon maar een chemische verbinding, hoor. Dus heel toevallig kwamen eiwitten tot stand en heel toevallig is daar DNA uitgekomen. En heel toevallig werden dat eencellige organismen.
En heel toevallig, een heel lang verhaal, ik heb het net verteld. En heel toevallig heb je toen Perry Winkle gekregen. En die zegt tegen jullie dat er een stroming is en die heet coïncidentaal atheïsme. En daar gaat dit verhaaltje over. Ja, dus allemaal erg toevallig. Nou, dan heb je ook nog het eternitaal atheïsme. En dat is een stroming binnen het atheïsme. Wat zich helemaal beseft is dat de coïncidentale atheïsten, dat die een belachelijke leer aanhangen. En dat iedereen die zich coïncidentaal atheïst noemt en die daarmee dus zegt dat die afstand van de vissen, dat is niet cool. Hè? Goeiedag, ik ben Henk van de Vis en ja, mijn familie heet zo, want wij waren vroeger, heel lang geleden, in de grote oersoep, waren wij haring. Oh, iemand. Ben je soms getrouwd met uitjes? Haring met uitjes. Ja, dan krijg je dat dus. En dat, ja, uiteindelijk gaat dat dus op een verjaardagsfeestje. Als je je weer eens moet voorstellen, het gaat je zo irriteren dat je dan afstapt van het coïncidentale atheïsme. En dan neem je een andere houding aan en die, ja, die is een stuk stoerder en die zegt van nou, er is helemaal geen ontwikkeling geweest. Het was altijd al. Eternitaal, dat komt van het Latijns eterneum. Dat betekent eeuwig. Het Engelse woord eternity komt daarvan. Frans is het denk ik eternité. Het eternitaal atheïsme heeft helemaal geen wetenschappelijke helden. Dus geen enkele wetenschapper die de ontwikkeling van het universum ontkent. En dat doet de eternitaal atheïst wel. Die zegt nee, het universum was er altijd al. Ja, dat is heel bijzonder. Ik ken het nog niet zo lang, het eternitaal atheïsme. Het eerste geval, dat was een coïncidentaal atheïst die niet wilde toegeven dat hij afstamde van de eencellige diertjes. Want we waren in gesprek, hij zei dus ik stam van de apen af. Dus zei ik, ja, welke soort apen? Nou, dat wist hij al niet. En dan ging ik doorvragen en toen ging ik hem vertellen dat apen, want hij wist het niet, maar apen stammen af van de half-apen. Dat zijn half-aap, half-katachtige. Onder de makaken, als ik het wel heb. Je hebt een Apeldoorn, heb je een daar kan je naartoe met je kind. Ik zou dat als volwassene niet doen, het is ongelooflijk saai, maar met een kind is het wel leuk. Het heet de Apenheul. Vlakbij Juliana-toren. Dat is ook zo'n kinderfestijn. Het is niet goedkoop, de Apenheul, maar ik ben er geweest en het is toch wel aardig om al die verschillende apen te zien. Maar ja, je kan ook naar een foto kijken in een boek of op YouTube. Dan zie je ook een aap. En in het echt, als je een aap ziet, dan ruik je ook hoe ze ruiken. En dan kom je er gelijk al achter dat apen, die hebben niet de gewoonte om veel te douchen of dat soort dingen. En ze hebben dus geen kleren. En kijk, want een mens die, ja, ook al doucht hij niet, als hij maar regelmatig van kleren wisselt, gaat hij niet stinken. Hè? Het is meer dat als je geen schone kleren aandoet, dat is heel erg bepalend. Maar apen dragen geen kleren en ze douchen niet. En ja, dat stinkt heel erg. Maar dan weet je dat ook weer als je naar de apenheul gaat. En daar heb ik gezien dat er gezegd wordt dat de aap afstamt van de half-aap. En die hebben ze daar dan ook. Dat zijn apen met best een lange staart. Nou, zo geinige diertjes, moet ik zeggen. Het hangt inderdaad een beetje in tussen een aap en een kat. Nou, en die stammen dan ook weer ergens vanaf. En nou ja, uiteindelijk stammen we dus allemaal, volgens Darwin, allemaal af van de vissen. En de vissen stammen af van de eencelligen. Dus
Je kan wel heel trots zeggen dat je van de apen afstamt, maar als je dat zegt, ja. Ja, je kan net zo goed zeggen: ik stam af van mijn vader en mijn moeder. Snap je? En dan dat je het over de rest niet wil hebben. Maar als je dan gaan die Darwinisten dan, die continentaal atheïsten, die gaan dan heel stoer zeggen: van de apen. Ja, maar een klein stukje. Even all the way, zeggen de Engelsen dan, hè? Wel het hele alfabet. Nou, dan moet je dus zeggen dat je van de eencellige afstamt. En daar had hij geen zin in. En toen zei hij op dat moment: ik heb er nog eens over nagedacht. Had hij helemaal niet, maar ik heb er nog eens over nagedacht. En ik ontken evolutie. En ik zo wat. En toen deed hij vanaf dat moment alsof hij nooit beweerd had dat hij ooit coïncidentaal atheïst was geweest. Misschien had hij dingen gezegd waardoor ik dat dacht, maar dan had ik zijn woorden verkeerd begrepen. Ja, bleek dat ook gelijk. Het was iets van 4 jaar geleden dat ik de eerste tegenkwam. En inmiddels heb ik dus de tweede op internet gezien. Misschien wel de derde. En ik zie er naar uit om met die mensen in gesprek te blijven. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind wel dat ze tegen. Nou, ik zeg je bij deze, als je jezelf aan mij exposeert als een coïncidentaal atheïst of als een eternitaal atheïst, dat je wel tegen een grapje moet kunnen. Vind ik. Want deze twee groepen atheïsten zijn in de regel niet voor de poes als het gaat om hun eigen taalgebruik. Ik heb voorbeelden genoteerd. Ik leg een dossiertje aan, hè, met wat die mensen zoal op het internet zeggen. Dat is. Nou, dat ligt er niet om. Dat is regelrecht beledigend. Aanmatigend. Verheffend. Ja, ik heb bijvoorbeeld in een periode in mijn leven veel drank gedronken. En dan hoef je, als we dan een discussie hebben over iets, dan hoef je niet daarover te beginnen. Dat heeft er namelijk niks mee te maken. En het zijn. Het is zonder meer is het niet van belang of iemand. Nou, het is niet van belang. Ik heb het alleen verteld dat. Ik heb heel veel alcohol gedronken en dat was omdat ik heel erg gefrustreerd was. En het was mijn manier om mijn frustratie te realiseren. In plaats dat iedereen me dacht van, nou, met Perry gaat het goed. En ik wilde helemaal niet dat mensen dachten dat het goed ging met mij. Want het ging helemaal niet goed met mij. Want ik was ontzettend gefrustreerd. En je gaat mij niet vertellen dat iemand die heel gefrustreerd is, dat het daar goed mee gaat. Ik had wel een hartaanval kunnen krijgen van frustratie. Aderverkalking of zo. En om dat te voorkomen, zeg maar, ging ik thuis doktertje spelen en mezelf volgieten met 20 tot 30 glazen alcohol per dag. Ja, niet pure alcohol, maar 30, 20 tot 30 alcoholconsumpties per dag. Nou, daar ben ik mee opgehouden en ja, dan heb je nog bij alcohol. Ongeveer na een dag of 3 was mijn darmkanaal weer normaal. Want je darmen hebben er ook om van te lijden hoor. Dan had ik weer normale ontlasting. En toen heeft later heeft mijn huisarts nog tegen me gezegd: ga jij maar berkenbastextract door je thee heen drinken. Oh, nou, dat hoeft niet door mijn thee, maar dat mocht door mijn thee. Zo'n pot berkenstract elixir. Van dokter Vogel of zo. Was toch duur ook, dat spul? Heb ik €14 van die berkenbast. En dan een 2 eetlepels per dag of zo. Weggewerkt. Dat is ter reiniging van je lichaam. Nou ja, dus je gaat mij niet meer vertellen dat mijn lichaam nog last heeft van het feit dat ik destijds. Alcohol dronken, dat is onzin. En dat wel insinueren in om je gelijk te halen of om mij omlaag te duwen. Dat, nou goed, dat doen dus die atheïsten van die eerste twee categorieën. Nou, dit is even samenvattend over de eerste twee. En vandaag gaan we het hebben over de derde categorie, dat is de agnostisch atheïst.
Want agnosticisme is een vorm van atheïsme. Want iemand is alleen maar agnostisch als hij atheïst is. Want iemand zoals ik, een bijbelgelovende christen, ja, ik ben niet, ik zal mezelf nooit agnostisch noemen. Waarom? Voor mij is de Hebreeuwse zin Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz is de mooiste zin van het Oude Testament. Echt een openingszin waarvan je denkt, yes, en nou gaan we beginnen. Dat is precies wat het betekent. Bereshit betekent beginning. Dat is heel mooi Hebreeuws. Bereshit betekent beginning of ten eerste of first fruit. Dat is een Amerikaans gezegde of zo. Eerste oogst of zo. En dan bara, dat betekent iets wat je doet als je vet mest. Dus een je hebt in de een bizar voorbeeld, maar in de vleesindustrie waar ze varkens kweken, daar heb je dus het specialisme dat je kleine biggetjes produceert. Van die knor-knor dingetjes, dat is nog wel leuk. Een varken begint een leven echt hartstikke leuk hier in Nederland. Maar als je dan biggetje af is, dan gaat hij naar de varkensmesterij. En mesten, dat is een bara. En dat betekent dus ook scheppen. Dus ook als een schilder iets maakt, dat is waarschijnlijk dan ook bara. En Elohim, dat is krachten. Maar krachten op zijn enkelvoud. En dat kennen wij niet. We hebben niet één krachten. Dat zo syntactisch is dat in het Nederlands niet correct. In het Engels ook niet. In heel veel talen niet. Alleen in het Hebreeuws kan dat. Er zijn er meer voorbeelden van in het Hebreeuws. Met het woord. Het gaat om de term im. Elohim. En wij zouden dat kunnen vertalen met krachtenveld. Want dan heb je toch krachten en het is één veld. Dus het zijn krachten en die zijn dan één. Dan heb je krachtenveld. En dan et Hashemayim, dat betekent de hemel. En dan ve et haaretz, dat is en de aarde. En Hashemayim, by the way, daar zit het woord mayim in. En dat betekent water. Maar het is weer Hebreeuws, dus er staat er weer meervoud. Nou, voor mij is dat een hele mooie zin. En dat is de manier om je zijnsleer op te baseren. Het is eenvoudig verwoord. En dan kan je zeggen, ja, maar wat dan met mensen als Kant en Schopenhauer en Nietzsche? Daar heb je toch ook respect voor? Ja, dat heb ik ook wel. Alleen die mensen, die snap je pas als je... Ja, die mensen, hun werk is niet zo toegankelijk als de Bijbel. En als je je openstelt voor de Bijbel... En je gaat niet de eerste zin al met een kritische blik van... Nou, eens kijken wat je staat, hoor. Zal er weer... Nou, ik heb er zoveel gehoord over die Bijbel. Volgens mij is het een kutfilm. Nou, dat hier. Bereshit bara. Nou, ik hou maar op. Ja, als je zo begint met de Bijbel, dan wordt het dus helemaal niks. Ja, je moet je openstellen. En een boek als The Lord of the Rings bijvoorbeeld, dat is ook de eerste, ik weet niet hoeveel pagina's, dat is echt helemaal niks. En als je daar doorheen gaat, dat zei iedereen dan, hè? Ja, je moet gewoon door het eerste stuk moet je even heen en dan wordt het heel erg interessant. Nou, bij de Bijbel moet je dat eigenlijk niet. Je moet alleen die eerste zin helemaal begrijpen. En dan goed inprenten wat dan God is. Want in het Nederlands heet dat in den beginne schiep God hemel en aarde. Dus een definitie van God. Dus wat is God? Nou, God is datgene wat er was toen de schepping begon.
En hij was de oorzaak van de schepping. En hoe heeft hij alles geschapen? Nou, daar geldt een bepaalde volgorde in. En die volgorde die is logisch. Dus het minste wat je moet hebben na het lezen van Genesis 1, dat is een diep respect voor degene die dat geschreven heeft. Happy? Nou, het agnostisch atheïsme. Ik heb ook een agnostisch atheïst in de kijkersclub. En die had al een keer een vraag gesteld. Nou, dat vond ik erg leuk. Die heb ik beantwoord. En daar reageert hij op. Dus in mijn beschouwing 264, reactie op vragen van XXXXXX, die kan je erna lezen of naluisteren. En daar reageert hij op, 2 dagen terug. En dan zegt hij, hallo Perry, bedankt voor je antwoord. In de eerste helft van de video had je wat dichter bij de vraag mogen blijven. Het is wel zo dat het afhankelijk is van hoe je God definieert en percipeert. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er zeker een God bestaat die in de hoofden van mensen leeft, maar dit terzijde. In de tweede helft ongeveer heb je de tweede vraag goed beantwoord. Ik vind dat antwoord wel een beetje deprimerend dat je zegt dat mensen die bijvoorbeeld in 500 voor Christus leefden, toch een niveautje lager zitten dan de mensen die wel in God hebben kunnen geloven. Ik vind dit niet zo rechtvaardig. Als mensen gewoon nooit de kans hebben gehad om God te kennen, worden ze in zekere zin wel gestraft, tussen quotes, terwijl ze er eigenlijk zelf niks aan konden doen. Nu vertelde ik in mijn eerste brief dat ik zelf agnost ben die ervan uitgaat dat God niet bestaat. Dus vandaar dus agnostisch atheïsme. En dan tussen haakjes, want daar, dat is het bestaan van God, want daar kun je alleen maar vanuit gaan, bewijzen kan niet. Dus haakjes sluiten. Ik heb toen gezegd dat ik niet in God, en dan haak je openen, en laten we deze nu gewoon definiëren als degene die alles geschapen heeft, zoals het in de Bijbel beschreven staat, geloofde omwille van diverse redenen. Dus ik heb toen gezegd dat ik niet in God geloofde omwille van diverse redenen. Ik som hier 2 argumenten op waarom ik niet geloof. Er kunnen nog meerdere argumenten benoemd worden, maar ik beperk me even tot deze 2. Hiervoor raad ik je aan om 2 korte stukjes te lezen. Bij deze stukjes zal ik geen verdere context geven. Je kent naar mijn mening de Bijbel goed genoeg om te weten waarover het gaat. Met deze stukjes wil ik voornamelijk wijzen op het feit dat de Bijbel als argument toch niet zo stevig, / oftewel, betrouwbaar is. Nou, dan krijgen wij 2 linkjes. Die gaan we zo dadelijk bekijken. En dan rond die af met over deze verhalen kan je nog diverse boeken of internetpagina's raadplegen die meer informatie zullen geven. Graag wacht ik je antwoord af. Je mag dit natuurlijk weer doen via een beschouwing. Dat staat je immers vrij. Knipoog. En op zijn Hamburgs zage ik tjus. Met vriendelijke groeten. En dat is dan XXX / XXX. Nou, punt 1, ik heb over die andere 2 vormen van atheïsme, dus het coïncidentale en het eternitale atheïsme, heb ik meerdere voorbeelden opgelepeld van onbeschoft taalgebruik. En we kunnen nu met z'n allen samenstellen dat er onder de agnostische atheïsten iemand is, te weten XXX, / XXX, en die schrijft uitermate netjes. Dit is verzorgd. Dit is niet alleen opgetypt en gelijk op reply gedrukt. Waarschijnlijk is dit opgetypt in een stuk in een tekstverwerker. Is het nog eventjes met de spellingscontrole gedaan? Is het nog even doorgelezen om te kijken of de zinnen goed lopen? Nou, die linkjes zijn dus netjes gecheckt. Die doen het ook allebei. Hè? En het is beleefd. Nou, nog even over
Dat hij zegt, of hij heeft wat kritieken. Hè? En hij zegt dat in de eerste helft van de video had je wat dichter bij de vraag mogen blijven. Daar ben ik met hem eens. Dat vond ik ook toen ik het terugluisterde. Dus ja, nou, jammer dan. Het is een beetje moeilijk om... het is een gevolg van mijn productiemethode. De andere methode is dat ik ga scripten. En daar ben ik misschien te lui voor. En ik beweer dan het liefste dat ik dat niet natuurlijk vind. Maar je zou kunnen zeggen, nee Perry, dat is onzin. Je bent er gewoon te lui voor. Ja, dan kan ik dat niet ontkennen. Maar ik zeg dan dat ik het natuurlijker vind als ik het gewoon zeg. Anders wordt het zo robotachtig. Ik heb zo iemand en die heeft een kanaal, die heet Sydney Watson. En die knipt ook haar eigen materiaal bij elkaar. Dat hoort er dan ook bij, hè? Dan ga je dus ook knippen en zo en postprocessen. En dat doe ik niet. Misschien als ik het wel zou doen, dat ik meer kijkers zou krijgen, hoor. Dat kan heel goed. Anyway, dan krijg je dus wel dat je dus... Nou, dat ik iets te ver afwijk. Dus als ik dus de methode van Sydney Watson had gebruikt, dan had ik toen ik vond, nee, ik ga te lang door op dit, weet je wel. En ik blijf niet bij het onderwerp, dan had ik het hele stuk eruit geknipt. Maar dat doe ik dus niet. Dat is wat ik maar wilde zeggen. Dus dat heb je dan aan de andere kant. En dan zegt hij, ik ben er namelijk van overtuigd dat er zeker een God bestaat die in de hoofden van mensen leeft. Ja. Dus, het is bijna een tautologie. Hè? Dus nou ja, hij is ervan overtuigd dat er mensen zijn die tegen hem hebben gezegd dat ze geloven in God. Dus hij zegt dan eigenlijk, ik ben niet gek. Want... Ja, we nemen iemand als ik. Ik zeg dat ik geloof in de God van de Bijbel. En hij heeft mij gehoord, dus ja. Ja, er zijn mensen die zeggen dat. Ja, ik bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat zegt hij dus. Van, ik ben me ervan bewust dat er mensen zijn die zeggen dat ze in God geloven. En voor die mensen denk ik dat God bestaat. Nou, dan is God bestaat het... Nou ja... Maar dit terzijde. In de tweede helft ongeveer heb je de tweede vraag goed beantwoord. Nou, dankjewel. Ik vind het antwoord wel een beetje deprimerend dat je zegt dat mensen die bijvoorbeeld in 500 jaar voor Christus leefden, toch een niveautje lager zitten dan mensen die wel in God hebben kunnen geloven. Nou, even dan, als ik de indruk heb gewekt dat die mensen in 500 voor Christus een niveautje lager zitten met de zin van ze waren dommer of zo... dat heb ik niet willen zeggen. Dus als dat zo overgekomen is, dan bij deze men een cursus. Maar dat heb ik toch ook niet in... Ik heb, nou ja, ik heb het nageluisterd. En ik zeg dan dus wel van... Kijk, het... De eerste mens, dat was Adam. En daarom heet, in het Hebreeuws is het woord mens, dat is ook Adam. Dus de eerste mens, die heette mens. Ja, je kan niet zeggen dat de Bijbel geen humor heeft, hè? Ik rook niet meer hoor, maar ik moet af en toe nog wel hoesten, zeker als ik moet lachen. Maar mijn dochter die vroeg toen ze 5 was, vroeg ze aan mij, hè, van pap, wie was de eerste mens? Had ik tegen, als we Hebreeuws waren, Hebreeën waren geweest, hè, had ik tegen haar gezegd. Nou, dan had ze dat nooit gevraagd, denk ik. Maar als zij aan mij had gevraagd, hoe heette de eerste mens? Dan had ik gezegd, ja, die heette mens. Want ja, meer namen zijn er dan niet nodig, snap je? Ja, dat is maar één mens. Ja. Dan hoeft hij geen Piet genoemd te worden. Het probleem met namen, dat begint pas als je meer dan één mens hebt.
Van, waar is mens? Dat je dan zegt, ja, bedoel je mens of bedoel je mens? Nou, ik bedoel mens. Kijk, dan is het dus handig dat je dan niet langer spreekt van mens, 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 mens en mens en mens, 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 mens. Maar dat je dan gaat beginnen met Piet, Henk, Kees, Klaas, Hendrik, Marietje. Maar goed, Adam, die had ook geen Bijbel. Ja? Laten we eerlijk zijn. En voordat Adam begon met dat gezeur over dat hij de wereld naar zijn mening niet helemaal deugde. Ja, als Adam nou gewoon tevreden was geweest, hadden we al dat gezeik niet gehad. Hè? Het is allemaal begonnen met het gezeur van Adam. Dat hij zo graag een manin erbij wilde. En toch waren de regels heel duidelijk. En aan de andere kant, God had gezegd van in het, je moet van die ene boom, de boom van kennis en goed en kwaad, daar moet je de vruchten niet van eten. Want dan leer je namelijk van goed en kwaad. Dan leer je van het verschil. En nu, dus voordat je die kennis hebt, ben je dus onwetend. En dan weet je dus niet van goed en kwaad. En dat houdt in dat je helemaal niet weet wat kwaad is. En dat houdt dus in dat je dat toch helemaal niet kan doen. Want het komt niet eens in je op. Dus voor ons is dat nu ondenkbaar. Maar wij... wij kunnen een portemonnee op straat zien liggen en dan gelijk denken van, oh, als er geld in zit, dan kan ik het in mijn zak steken. En als niemand het gezien heeft, dan ben ik hartstikke rijk. Maar dat is in principe diefstal. Want die portemonnee is niet van jou. Snap je? Nou dan. En toen was er geen Bijbel, dus... Maar ik heb wel gezegd, en dat weet ik wel, dat toen aan het begin van de jaartelling, te weten ongeveer, dat is begonnen in het jaar 30, 40, 50, 60, in die tijd. Dat was dus na de kruisiging. En toen zijn de mensen begonnen met te schrijven. Matthäus, Marcus, Lucas... Johannes. En die periode van schrijven, dat was vrij kort. Er is geschreven, ik denk dat de eerste evangeliën zijn van het jaar 40. En het laatste is geschreven in het jaar 100. Dus dat is maar 60 jaar. Zo was er een periode van 60 jaar en toen was dat wat wij het Nieuwe Testament noemen, dat was af. Nou, het Oude Testament is dan... Ik ga binnenkort weer eens even een studie maken van hoe oud het Oude Testament nou precies is. Ja, en toen was de Bijbel er. En de mensen die in de buurt woonden daar, dan heb je het over het land Israël. Ja, die hebben daar, niet iedereen hoor, maar veel mensen hebben daar met blijdschap van kennis genomen. En hebben de inhoud van die geschriften... omarmd en omgezet in een levenshouding. En die stichten hele harmonieuze samenlevingen. Dat kennen wij tegenwoordig niet. Dat zou je nu ondenkbaar vinden. Maar dat waren samenlevingen die werkten zonder geld. Mensen hielden het wel in hun hoofd bij dat Piet nog wat te goed had. Het feit dat iedereen vergoed moest krijgen voor zijn diensten, dat was de verantwoordelijkheid van iedereen en niet alleen van Piet. En wat het nu wel is, hè, als jij nu iets doet voor een ander, dan is het jouw verantwoordelijkheid dat jij die vergoeding krijgt. Daarom heb je ook incassobureaus. Maar jij moet een incassobureau bellen om te zeggen van ga eens achter mijn poen aan. Snap je? Nou, dat soort dingen waren in die samenlevingen niet. Dat waren harmonieuze samenlevingen. Met kinderen, huwelijken, gezinnen. Ook wel eens een ruzie natuurlijk.
Maar die hadden niet een tiran nodig om hun te regeren. En dat was ook het probleem voor de tirannen, dat die tirannen niet gewenst waren door die samenlevingen. En de tirannen die hebben zich verenigd in Babylon, zoals je weet, mag weten. En die hebben die samenlevingen afgeslacht. En dat vind ik dan weer niet zo rechtvaardig. En hij staat er dan bij stil. Ik zeg dan dus dat de mensen die in die tijd, die konden dus geen kennis hebben van de Bijbel. Ja, wel van het Oude Testament, maar dat hadden ze waarschijnlijk niet. Ja, en die zitten dan af van de geschreven bron. Wat niet wegneemt dat ze natuurlijk ook zelfstandig, net als Adam, een lijn kunnen hebben met God die hun kan vertellen hoe ze moeten leven. Want daar gaat het om. Je moet moreel leven als mens. Ja. Dus ik denk ook niet dat het probleem is dat je in de God van de Bijbel moet geloven in die zin dat je, laat ik zo zeggen, je kan ook in de God van de Bijbel geloven, naar mijn mening, hè, zonder dat je de Bijbel ooit gekend hebt. Dus dat mensen hebben, en die zijn dus altijd gelovig geweest, en hebben ze nooit met mensen over gesproken, dat was altijd voor hun puur persoonlijk. En dan lezen ze de Bijbel en dan zeggen ze ja, precies. Ja. Nou, dan komt hij met zijn twee twijfeldingen en dat zijn twee linkjes waarom hij dus agnost is. Hè? En de eerste is deze, dat is de Encyclopedia Britannica. En dan gaat het over de Utnapishtim. Dat is de overlever van de mythologische vloed. En dat komt uit de Gilgamesh. En de Gilgamesh is een geschrift van Babylon. Nou, dat is heel interessant. En die andere is Sargon of Akkad. Sargon van Akkad. Of Sargon the Great. En zijn verhaal is dat zijn moeder hem gelegd heeft in een mandje dat ze waterdicht heeft gemaakt met teer. En hem in de rivier heeft gelegd. En zoiets heeft gezegd van, nou ja, iemand zal je wel vinden. Dat was ook met Mozes, hè? Als ik mij goed herinner. Het lijkt veel op het verhaal van Mozes. En dat zijn dan voor hem, nou en die andere dus de overlever van de vloed. Nou, volgens de Bijbel is dat Noah. En volgens Babylon is dat iemand heel anders. En dan Mozes, dus de auteur van de eerste vijf boeken van de Bijbel, als ik het wel heb. Daar is in zijn jeugd een verhaal van opgeschreven. En dat lijkt dus voor dit stuk heel erg veel op het verhaal van Argon, van Sargon. Akkon van Sargon, wat heet het nou? Sargon of Akkad, ja. En dat geeft hem twijfels. Nou, daar heeft hij wel een punt, vind ik. Aan de andere kant, deze beide verhalen, die komen uit Babylon. En de Bijbel is het boek wat kritisch is op Babylon. Dat is ook het enige boek uit de geschiedenis dat kritiek heeft op Babylon. Voor de rest kennen we alleen maar dat Babylon zelf met allemaal verhalen komt.
Ik ken ook iemand en die zegt van ja, al die christengelovige toestanden mensen, die zijn knettergek, want die denken dat Abraham de aartsvader is en die hebben helemaal niet in de gaten dat Abraham, dat dat een anagram is. Dus een anagram krijg je als je de letters verwisselt. Van het woord Hammurabi. Dus als je de medeklinkers pakt van Abraham, dan krijg je B-R-H-M. En je neemt de medeklinkers van Abraham, dat is een B-R-H-M. En dan neem je de medeklinkers van Hammurabi en dan krijg je dus ook diezelfde letters. Dus Abraham is niets meer dan Ibrahim, is niets meer dan Hammurabi. Nou is dus de vraag, wie was er nou eerder? Snap je? Was Mozes de eerste? Was dat de basis? En kwam Babylon erachteraan? Of was Babylon de basis? En is de Bijbel geschreven in opdracht van Babylon? Of is de Bijbel geschreven door mensen die zich afgewend hebben van Babylon en in het geheim de Bijbel zijn gaan schrijven? Is alles zo in elkaar? Ik denk dat deze agnost daarmee aan de slag moet. En dat je dan moet gaan kijken naar wat nou het oudste is. Ik snap deze kritiek van hem heel goed. Het kan het ook niet zo in één keer zeggen, oh, wat een onzin, lolo, zo moet je niet denken. Nee, helemaal niet. Maar dit is niet een ding, ik ken het al heel lang, dit is niet iets er nou van te zeggen, dat je daarvan in paniek moet raken. Kijk, als ik de Bijbel neem, dan staat er in die openingszin, Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. Dat is toch echt een geniale zin. Dat is hem helemaal. En dat aan het einde van de Bijbel de apostel Johannes voorspelt dat er zoiets zal komen als wat wij nu noemen de universele kerk. Die de basis van alle koningen. En die dat ook nog een keer is zonder dat wij dat in de gaten hebben. Dus dat heeft Johannes voorspeld. Johannes heeft gezegd van pas op, er komt een kerk die duldt geen andere kerken. Die gaat alles verenigen qua kerk. En die wordt de baas van alle koningen en alle heersers, alle dictators, alle tirannen. Die gaat zij, de kerk is vrouwelijk, hè, die gaat zij domineren. En zij doet dat in het verborgene. Ja, dat is precies wat er gebeurd is. Hey, dat is wat voor mij telt met de Bijbel. Snap je? Dat is de waarheid namelijk. En dit zijn het zijn geen leugens, maar het zijn twijfeloproepende documenten. Maar wat moet je daar nou weer mee? Wat ik wel erg interessant vond aan bij deze meneer XXX, spatie XXX. dit is toch wel tof, wat hier staat. Ik kan hier een ik ga het even uitvergroten, kijk dat kan. Doet mijn Mac een beetje lief vandaag. En we gaan weg. Zo. Nee, dan valt mijn ding eens weg. Ik bedoel dus,
dit stukje. Precies dat. Dus die Sargon, die was geboren als het onwettige kind van een changeling. Dat woord moet ik even na gaan zoeken. Dat ga ik dadelijk even doen, hoor. Which could refer to a temple priestess of the goddess Inanna, whose clergy were androgynous. Dus de klerikale orde onder Inanna, dat waren androgyne mensen. Heel heftig. En hij kende zijn vader niet, dus dat was Sargon dan weer, hè? Nou, hier zie je de moderne kinderen. De moderne kinderen, die zie je de moderne maatschappij. Nederland, net als Duitsland en heel veel landen, Amerika en Engeland. Wij zijn helemaal overgenomen door Babylon. En de tempelpriesteres van de godin Inanna. Dat was dus de moeder van Sargon. En die tempelpriesteressen, die deden het met iedereen. Er waren hoeren. En die godin Inanna, die geldt als de primaire godin van Babylon. Dat zie je dus ook bij de universele kerk. Hè? Die hebben dus ook de uiteindelijk, bottom line, als je helemaal doorvraagt, moeten ze toegeven dat Maria is de belangrijkste. Heilige Maria. Dat is het hele gedicht ook alweer. Dat komt ook in de herhaling, dus het tweede stuk. Heilige Maria, vol van genade. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Gezegend is Jezus. Ja, Heilige Maria, moeder van God. Daar komt hij er op neer. Dus het is de moeder van God. En in de Bijbel is God alles. Dat is de Elohim. En Maria is de moeder van de Elohim. Nou, dit accepteert een oud-testamentelische Jood absoluut niet. Hoezo een moeder van de Elohim? En jij zou dat ook niet accepteren. Hoezo heeft een krachtenveld een moeder nodig, hè? Maar dan krijg je dus hier, dat wist ik dan nog niet, dat is wel heel duidelijk verwoord, dat die clergy, dat waren androgyne mensen. En dan doe ik hier, ga ik afsluiten hoor. David Bowie. The Insane. En neem weer plaatjes. Maar is dit een man of een vrouw? Snap je? Is androgyn, zo heet het ook. Dat werd ook gewoon gezegd, hè, van David Bowie. En David Bowie zei dat ook van zichzelf. Hè. Dat hoort dus bij. Als je je dus nu afvraagt van, goh zeg, waar komt het LGBTQ toch vandaan? Het is er heel modern, hè? LGBTQXIZ. Nee, dat is helemaal niet modern. Dat komt uit Babylon. Dat is uit de tempel van Inanna. Het is het afleggen van je geslacht. Het is je. Nou, wat in de Bijbel ook staat, hè? Wees niet van deze wereld, maar wees in deze wereld. En eigenlijk ben je in de hemel. Eigenlijk werk je in het koninkrijk der hemelen. Dus je neemt afscheid van je materiële ding. En in principe doet een androgyn iemand ook zoiets, dat hij zegt van ja, in mijn lichaam daar hangt misschien een penis aan, maar ik bepaal of ik een vrouwtje ben of een man. Daar zit hetzelfde in, alleen dat is een hele materiële manier om afscheid te nemen van deze wereld. Als je afscheid neemt van deze wereld zoals Christus dat bedoelde, dan heeft niemand het in de gaten dat jij dat gedaan hebt. Snap je? Dan ben je gewoon niet meer van deze wereld.
mensen in mijn omgeving, die zeggen wel eens heel verbaasd tegen mij van, jij bent helemaal niet materialistisch. Of zo, hè? Ze zijn wel eens verbaasd, hoor. Van, oh, wat, ja. Oh, denk jij zo? Oh, oh, dat, oh. Maar dat komt, ik loop niet te koop met het feit dat ik niet van deze wereld ben. Ik ben er echt niet, ik ben niet van deze wereld. Ik ben in deze wereld. En mijn lichaam is mannelijk en dat voel ik ook heel goed aan mijn mind. Ik heb een mannelijke mind. Ik hou van puzzelen en niet alleen als hobby, maar ook voor mijn werk. Ik hou van ingewikkelde logica en taalkunde. Al die dingen die bij je linker hersenhelft horen. Ja, specialisme. Ik ben schoonmaker in de... Oh, schoonmaker is een vrouwenwerk. Nee, Momo. Homo sapiens. Hoi, Homo sapiens. Nee, man, dat is mannenwerk. Dat is technisch werk. Dat is een specialisme. Op het niveau waarop ik dat moet doen. Dat doen vrouwen ook, hoor. Maar je moet niet denken dat 90% van de ondersteuning dat vrouwen zijn, hoor. En you believe me, dat op de plekken waar ik kom, waar dat is ook... Nou, ik ga er maar verder niet over vertellen, maar... Het is echt specialistisch werk. Laat ik het zo maar zeggen. Het is helemaal niet per se vrouwenwerk. En ik vind het een hartstikke goed idee dat ik dus daar de toiletten schoonmaak en de gangen mop en wissen en al die meuk. En dat de dames lekker boterhammen smeren, liedjes zingen, met de rolstoel in de rond te rijden. En hè? Heb ik een hele goede taakverdeling. En daar gaat het toch om? De samenleving wil toch schone toiletten, ook voor geestelijke gehandicapten? Nou dan, laat mij dat dan doen, want ik doe het echt redelijk goed. Wat had ik nou laatst? 4 badkamers. Dat is een grote badkamers, hè? Ook allemaal apparaten in staan. Echt 4 grote badkamers. Wat waren het in totaal? 1, 2, 3, 4. En 10 toiletten. Ik kreeg 2 uur de tijd voor. En moet je rekenen dat het inrichten van je waskar. Dus die moet je uit de kast halen. Nou, je spullen blablabla. En dan moet je die waskar ook aan het einde van de rit nog opruimen. Nou, als je dat snel doet, officieel staat daar een kwartier voor. Voor het inrichten en een kwartier voor het opruimen. Als je snel doet, kan je het in 10 minuten. Maar dan ben je nog 10 minuten aan het inrichten, 10 minuten aan het uitruimen. Nou, dus je bent 20 minuten al kwijt. Dan heb je dus over 1,5 uur. Met 10 minuten. Heb je dan tijd om koffie te drinken? Nee, ben je helemaal af. Dan moet je in 1 stuk doorwerken. Nee, ik kan dat. En die toiletten zijn dan schoon, hè? Ook als je achter de bril kijkt waar het scharnier zit. Hè? Dan moet je eens doen als je naar het toilet gaat. Ergens in een restaurant of zo. Dan moet je eens even kijken daar aan de achterkant waar het scharnier zit. Of daar stof ligt. Als daar stof ligt, was ik daar niet de schoonmaker. Als jij naar het toilet gaat, dan moet je eens kijken in een restaurant of in een hotel. Dan moet je eens kijken aan de zijkant van de pot. Waar die schroeven zitten. En die potten zitten allemaal vastgeschroefd aan de grond. Hè? Dan moet je eens rondom die schroefkoppen kijken. Ligt daar stof? Zo ja, was ik daar niet de schoonmaker. Snap je? Dus ik neem helemaal geen afscheid van mijn mannelijkheid. Ik heb afscheid genomen van deze wereld. Ik heb alles weggegeven. En Babylon, die grijpt dat aan en die gaat dat dan een stukje ervan. En die zegt dan, zoals David Bowie dan maar afscheid neemt van zijn mannelijkheid, zijnde dat hij een penis heeft, dat dan voldoende is. Dat is de leugen van Babylon. Dus dit even als reactie op die agnostische atheïst. Ik hoop dat hij dit waardeert. En ja, ook hier weer even misschien excuus over dat ik in het begin iets te lang heb uitgeweid over het coïncidentaal en eternaal atheïsme. Maar ja,
Ik knip er nu één keer niet in. En als ik het meeste van de uitzending goed vind, dan denk ik, oké, door gaat hij ermee. En geloof me, ik gooi heel wat uitzendingen weg. Die zien het daglicht van het internet echt niet. Dus ik ben heus wel kritisch. Hey, reuze bedankt voor het luisteren. En XXX, spatie XXX. En jij vooral hartstikke bedankt. Ik vind dat je super tof schrijft. Alleen maar respect. Je hebt een open geest. En jij beschouwt je agnost zijn ook als iets wat jou niet weerhoudt om wel degelijk te blijven leren. Nou, dat is voor mij al genoeg. Dat is geen persoonlijk oordeel van mij over jou. Dat is voor een mens in het algemeen gezegd genoeg. Complimenten. Zo. Reageer nog een keer, man. En zeker stuur zo'n linkje. Dat zet mij toch weer aan het denken en dan kan ik weer wat mee. Ja? En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburg, zag ik, tjus. Dag lieverds.